Fermenteren is een fantastische manier om je eigen frisdrank te maken. De meeste mensen vinden frisdrank uit de supermarkt te zoet, een beetje plat smakend. En fermenteren biedt de mogelijkheid om zelf je frisdranken te maken die minder zoet zijn. En waar je volledig je eigen ingrediënten in kunt stoppen. En dus je volledig unieke eigen frisdrank kunt maken. Elders op YouTube zie je een filmpje waarin we kombucha maken. Dat is een heel goed voorbeeld ervan. Maar een andere die daar ook uitermate geschikt voor is, is waterkefir. Waterkefir maakt net als kombucha gebruik van een SCOBY. Een symbiotische kolonie van bacteriën en gisten. Dat zijn heel andere bacteriën en gisten dan een rol spelen in kombucha. Maar het is weer een symbiotische kolonie van verschillende bacteriën en gisten. Dit is waterkefir in wording. Als je heel goed op de bodem kijkt, dan zie je dat daar allemaal blopjes liggen. Ik zal ze er ook even voor je uithalen. En die blopjes, die een klein beetje lijken op een soort rubber klontjes, dat is de SCOBY. Dat zijn de huisjes van de micro-organismen. Oepsie. Dat zijn ze. Deze kleine klontjes. Dat zijn de waterkefirkorrels. Deze waterkefirkorrels zijn vooral heel erg goed in het produceren van koolzuurgas. Dat zag je al toen we deze pot openden. Dat ging met een knal. Fantastisch. Dus het is een soort soda stream, maar dan biologisch. Geeft niet zo heel vreselijk veel smaak af. Kombucha is wat veel dominanter wat smaak betreft. Maar die korrels, deze korrels zijn vooral heel erg geschikt om prik te geven aan je product. Die micro-organismen hebben eigenlijk niet vreselijk veel meer nodig dan een beetje suiker. Dus wat we doen is, we vullen een pot met water. We gooien daar suiker bij, ongeveer tussen de 50 en de 100 gram per liter. En wat smaakmakers en onze waterkefirkorrels. En dan gaan we ze lekker hun gang laten gaan. We gebruiken ongeveer 50 tot 100 gram suiker per liter. En we gebruiken ook ongeveer die hoeveelheid aan waterkefirkorrels. Maar het doet er niet zo heel erg veel toe. Heb je er niet zoveel, dan zal het ook wel werken. Alleen maar waterkefirkorrels en suiker, dat wordt natuurlijk een beetje saai. Dus we doen er wat smaakmakers bij. Heel traditionele smaakmakers die je veel ziet bij waterkefir, dat zijn citroen, voor een beetje zuur, dat is lekker. En bijvoorbeeld vijgen of dadels of abrikozen of iets dergelijks. Maar het maakt geen bal uit. Je kunt er alles in donderen wat je maar lekker vindt. Begin hiermee en ga daarna spelen. Want je kunt ook waterkefir met appel of met sinaasappel of met weet ik veel wat maken. Dus begin met de basis en ga vanaf dat moment gaan spelen. Afsluiten, een dag of twee wachten en dan is het al klaar. Dit gaat echt razendsnel. En het kan gewoon op je aanrecht, vereist geen bijzondere omstandigheden. Werkt eigenlijk altijd en overal wel. Groot voordeel van deze waterkefirkorrels is dat ze groeien als een dolle. Je hebt er dus al snel heel veel van. En dat betekent dat je het weer uit kan delen aan andere mensen die ook graag waterkefir maken. Je komt er al snel in om. Mocht je een beetje zorgen maken over dingen die je op marktplaats koopt en daarmee gaat fermenteren, dan kun je een 100% veilige SCOBY kopen bij bijvoorbeeld mijn eigen webwinkel starterculturen.nl. Zo direct uit de pot drinken, dat is ook weer wat. Dus je kunt ook deze een tweede fermentatie geven in ook weer 1 of 2 dagen. En dan bouwt hij druk op. En dan heb je een heerlijk frisse waterkefirdrank. Oh, kijk hem gaan. Belangrijk is wel dat je een klein beetje suiker bij dat flesje doet. Want hij heeft nog wat suiker nodig om die nieuwe fermentatie aan te gaan en opnieuw koolzuurgas te produceren. Dus altijd een theelepeltje of iets dergelijks aan suiker in elk flesje om hem weer een kickstart te geven. Er zijn eindeloze mogelijkheden voor die tweede fermentatie. Je kunt er gewoon alleen maar een beetje suiker bij doen en dan smaakt het naar de smaakmakers die je er oorspronkelijk in hebt gedaan. Waarschijnlijk dadels, vijgen, bla 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 bla. Maar tijdens die tweede fermentatie kun je ook weer extra smaakmakers toevoegen. Zo heb ik er bijvoorbeeld aardbeien bijgegooid. Heb je aardbeien waterkefir? Of je doet er een beetje munt, gember, appelsap, thee en limoen bij. Kan jou wat schelen? Of gewoon een fles
mango-sap gekocht bij de supermarkt. En de helft mango en de helft waterkefir. En... Oh, die gaat lekker. Waterkefir gaat dus vrij hard. Dus niet te lang een tweede fermentatie geven. Want dan krijg je dit soort dingen. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube-kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.